In de zondag hoofdklasse C speelde Bikwik gisteren op de Essenberg tegen Babberich. Bikwik in het wit staat zesde en heeft daarmee zicht op de nieuw te vormen topklasse. Babberich staat voor laatste, maar Babberich is voor veel ploegen een lastige tegenstander. En Bikwik kan erover meepraten. Vorig seizoen werd er thuis nog met 3-0 verloren. Vierde minuut. Raymond Bolt voorover de bal. Martijn Bosman op Willem Lanjouw. Enorme kans, maar Mike van Houten is een staande weg. Frank Stemers op de mee opgekomen Bram Bessem. Voorzet. Lanjouw kopt, maar de lat voorkomt de openingstreffer. Bessem op Lanjouw. Botsing met Rodgers. Tja, zeg het maar. De scheidsrechter ziet er niks in en laat doorspelen. Bikwik is sterker en Babberich heeft nog weinig laten zien. Nu dan, halverwege de eerste helft. Vrije trap Arjan Goorman, Dave de Jong en binnen. Babberich staat op voorsprong, 0-1. Bosman met overzicht. Jelmer Dijkstra langs Tinneveld, haal maar eens uit. En een knappe reactie van Mike van Houten. 10 minuten voor de rust. Vrije trap voor Bikwik. Specialist Martijn Bosman achter de bal. En raak. Het is 1-1. Het is wachten op de voorsprong voor Bikwik. Groningers verdedigen uit. Ronald Sloots op Lanjouw. Lanjouw op Van Houten af. En bekeken met de buitenkant. 2-1 voor Bikwik. Slag voor rust. Corner Bosman. Van der Ven, kopbal en over het Babberich doel. En de regen bleef maar naar beneden komen gistermiddag. Babberich komt aanvallender uit de kleedkamer. Geert Reumer, die lijkt erin te zeilen. Jeroen Vogel gestrekt en corner. Die komt bij Dave de Jong. En die gaat maar net over. Bikwik was sterker dan Babberich. En krijgt weer controle over de wedstrijd. 57e minuut. Mooie aanval. Raymond Wolt, Pieter van der Ven. En het is 3-1 voor Bikwik. En Bikwik gaat door. Minuutje later. Bram Bessem. Geplaatste bal over Van Houten, maar op het aluminium. Martijn Bosman met een vrije trap. Schot. Van Houten, de paal en net geen 4-1. Bessem speelt Lanjouw aan. Haalt half uit. Van Dijken naast. Nog een kwartier te spelen. Verdediger Rodgers is naar het front gestuurd. Marvin Holman. Jeroen Vogel stopt. Weer Holman. En dan staat het zomaar 3-2. En kan het nog spannend worden. Slotfase. Vrije trap Waaldebos. Metsenmakers, terugspeelbal van Dietrich. Van Houten vangt en de scheidsrechter geeft een indirecte vrije trap. Babberich protesteert. Maar Bosman kent geen genade en 4-2 voor Bikwik. Minuut voor tijd. Van Dijk op avontuur. Metsenmakers. Lanjouw schiet en via Van Houten corner. Blessuretijd. Weer Lanjouw. Die gaat niet liggen. Om Van Houten. Komt daar de 5-2? Nee, Dietrich leidt de bal eruit. Maar raakt hem met de arm. Strafschop en direct rood voor de Babberich-verdediger. Beetje overdreven misschien, want het leek niet opzettelijk hens. Kan Willem Lanjouw vanaf 11 meter het doelsaldo nog wat opvoeren voor Bikwik? Ja, 5-2 en dat is ook de eindstand. Bikwik staat zesde in de hoofdklasse C en blijft daarmee zicht houden op de topklasse die volgend seizoen ingevoerd wordt.